De politie heeft afgelopen nacht bij een achtervolging in Den Bosch op een automobilist geschoten. De man is 37, komt uit Den Bosch. Hij wordt verdacht van een ramkraak eerder die nacht. Hij raakte niet gewond en hij is opgepakt. Bij de ramkraak werd niets buitgemaakt. Er waren nog meer mensen bij betrokken, maar die konden ontsnappen.